Ik zie echt letterlijk voor mijn raam hier een brandende bal aan een parachute hangen in de lucht. Hoi en leuk dat je kijkt naar de allerlaatste video van 2018. Als eerste wil ik even zeggen, nee, ik rook niet al 3 jaar check. En nee, ik ben ook niet naar een te leuk feestje geweest gisteren, helaas niet. Ik werd gewoon vanmorgen wakker met deze stem. Ik heb keelpijn, ik heb net thee met honing op. Het is allemaal dik en opgezwollen hier. Dus, vandaar dat ik zo klink. Ik ga mijn best doen om een beetje laag mijn stem te houden. Dan hoor je het wat minder. Ik wil niet sentimenteel gaan worden of zo, want dat ben ik niet. Maar ik moet wel echt zeggen, 2018 was echt een raar jaar. Ik ben natuurlijk heel veel maanden ertussenuit geweest. In 2018 op social media. Wat wel weer een soort van vernieuwde inzicht heeft gezorgd. Hoe is het leven zonder YouTube? Oké, maar dan gaan we verder waar deze video echt over gaat. Ik wilde graag een video maken voor aan het einde van het jaar. Maar ik zat te denken, ja, zo'n overzicht van wat ik het hele jaar heb gedaan. Is ook een beetje raar, aangezien ik toch niet zoveel beeldmateriaal heb van dit jaar. En ook niet zoveel dingen online zijn gekomen. Leek me dat niet geschikt. En toen dacht ik, ik ga gewoon met jullie bespreken. Als soort van reminder. En terugkijken op 2018. Wat de trends waren in de paardenwereld in 2018. Ik heb het aan jullie gevraagd op Instagram zelf, want ik ook al een paar dingetjes. En sommige dingen viel me best wel op dat jullie dat als trend zagen. Terwijl ik dat zelf helemaal niet zo heb ervaren. Dus dat vond ik wel leuk. Dus alle trends van 2018 in de paardenwereld ga ik vandaag met jullie bespreken. Trend nummer 1. Ik denk niet dat we er omheen kunnen in het paarden YouTube wereldje. Namelijk de kijkers bepalen mijn dagvideo. Er zijn door meerdere paarden YouTubers, ook normale YouTubers, deze video's gemaakt. Ik vond ze zelf altijd heel grappig. Ik vind het zelf ook wel leuk om eentje te maken, maar ik ben er niet echt aan toegekomen in 2018. Wil je dat ik erin ga maken, laat het even achter in de reacties. Maar deze challenge die ontplofte een soort van op YouTube bij de normale YouTubers. En toen gingen paarden YouTubers ook overnemen. Sommige heb ik er zelfs meerdere zien doen. Gewoon eentje waar we niet omheen kunnen dus. Trend nummer 2. En ik weet niet of het in 2018 pas echt uitgevonden is. Of dat het toen pas echt booming werd. Maar iets wat echt super opkwam in 2018 waren de rijleggings. Eigenlijk gewoon een super chille sportlegging. Zoals je die aandoet naar de sportschool. Maar dan voor bij de paarden. Ik heb er zelf geen. Maar er moet verandering in komen, vind ik, in 2019. Iedereen zegt dat het super chill zit. Je hebt ook met sommige met van die siliconen. Ik ben super benieuwd hoe het zit. Maar de rijlegging is natuurlijk ook iets waar je niet omheen kon in 2018. Nummer 3. Dit is niet uitgevonden in 2018. Dit is zelfs de prijs voor volgens mij het beste paardenproduct van 2017 gekregen. Maar in 2018 heb ik het echt steeds vaker voorbij zien komen. Op Facebook vooral. Echt in allerlei filmpjes. Namelijk de Quick Knot. Dus een soort... ja, wat is het eigenlijk? Een soort clipje. Ik heb hem zelf niet, maar foto's zal ik in beeld doen. Een soort clipje en daarmee kan je heel snel blijkbaar je knot vastzetten. Dus je rolt gewoon je vlechtje op en dan doe je een soort van erin steken. En dan op een of andere manier zit je knot vast en dat zou heel snel moeten zijn. Super chill natuurlijk. Iedereen die wedstrijd rijdt wil dit. Steeds meer mensen begonnen er volgens mij in te geloven in 2018. Iets waar jullie natuurlijk ook niet omheen konden in 2018 was Bukas. Zoals jullie misschien hebben gemerkt, zijn er heel veel YouTubers in ons paarden YouTubers clubje die een samenwerking aan zijn gegaan met Bukas. En dat is natuurlijk heel erg leuk, want dan kunnen we ook allerlei leuke winacties doen en kunnen we jullie hele mooie producten laten zien. De deken die ook echt ontzettend vaak werd genoemd op Instagram was de Bukas Rekentex. Deze deken is er al langer, maar blijkbaar vonden jullie dat die in 2018 pas echt een trend werd. Misschien omdat er zoveel YouTubers zijn die hem hebben en die er ook over gesproken hebben, waaronder ik. Ik vind het een ontzettend fijne deken. Echt een hele bizarre uitvinding eigenlijk. Dus ja, de Bukas Rekentex of gewoon Bukas in het algemeen, kon er natuurlijk ook niet omheen in 2018. Dan eentje die ik zelf niet had bedacht, maar toen iemand het zei, dacht ik echt ja, inderdaad. Namelijk de Unicorn Horn van QAP. Dit was een hoorn, ik denk dat hij zo groot was. En die kon je als een clipje in de voorplek van je paard doen. Ik bedoel, wie wilde nou niet zijn paard omtoveren naar een unicorn? Ik moet zeggen, ik heb hem zelf niet, maar wie weet in 2019 koop ik hem nog. De volgende trend, en deze is vooral ook in het paard YouTubers wereldje een beetje rondgegaan, namelijk de blind paardrijden challenge. Deze liep volgens mij ook in 2017. Ik heb in ieder geval begin 2018 volgens mij gedaan. En dit was eigenlijk een soort challenge die rondging onder de paarden YouTubers. En we gaven dus één voor één deze challenge. Wow, bomma hier. Gaven hem door aan een andere YouTuber. En zo is het eigenlijk helemaal het kringetje rondgegaan. Misschien nog niet bij iedereen. Maar dan moeten we een paar hem nog doen. Het blind paardrijden begon volgens mij een beetje bij Marina.
Dat is dus een meisje die stond bij mij op stal vroeger. En zij heeft een verzorgpony daar staan. En die, dat meisje die is blind. En Fenna die maakte ook wel eens video's met haar. Of heeft volgens mij een documentaire of zo over haar gemaakt. Maar volgens mij is daar een beetje blind paardrijden echt begonnen. Dan nog een hele leuke trend. En dit was een challenge. Dit was een challenge die de laatste paar maanden ook nog steeds een beetje rondging. Namelijk de What the Fluff Challenge. En volgens mij heeft Fenna hier een video van gemaakt. Maar het gaat erom dat je zeg maar voor je paard gaat staan. Of voor een huisdier in general. Je doet een deken omhoog. En dan ga je naast een deur staan. En dan laat je deken vallen. En dan ren je opzij. Waardoor er dus niks meer van jou te zien is. En dat je eigenlijk lijkt alsof je gewoon in rook bent opgegaan. De ene keer vindt het paard het heel raar. En de andere keer boeit het helemaal niks. Dus het is wel grappig om sommige verschillende reacties van paarden te zien. Maar dit was in ieder geval ook een hele grappige challenge. Die ik ook op Facebook heel vaak voorbij heb zien komen. En dan de allerlaatste trend. En ik vond deze gewoon heel erg grappig. Dus ik dacht ik doe hem er gewoon bij. Deze werd namelijk een aantal keer genoemd op Instagram. Namelijk een paard erbij nemen. En ik weet niet wie ze dan met iedereen bedoelen. En de enige die ik kan bedenken dat is Feline. Maar verder weet ik ook eigenlijk niet wie. Ik zal vast iemand gewoon vergeten. Maar ik weet wel dat er op een gegeven moment wel een aantal waren die een nieuw paard hadden. Of twee paarden hadden. En dat er 100 miljoen keer aan mij werd gevraagd. In Q&A's, alles, overal DM. Ga je ook een tweede paard kopen? Alsof het normaal is om een tweede paard te hebben. Dus dan reageer ik altijd van nee, ik heb genoeg aan Abby. Maar het leek alsof mensen dat niet begrepen dat één paard ook genoeg is. In ieder geval, ik wil jullie bedanken voor het kijken. Dit waren de trends die ik kon bedenken. Ik vond het best wel moeilijk, aangezien ik nooit echt heel erg meega met de trends in de paardenwereld. Dit waren de redenen die jullie hebben gegeven en die ik ook nog kon bedenken. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar al mijn video's in 2018. Ook al waren het er niet zo heel veel. En ik hoop dat jullie allemaal massaal ook gaan kijken in 2000. Wow, er hangt hier echt een vuurbal aan een... Ik zie echt letterlijk voor mijn raam hier een brandende bal aan een parachute hangen in de lucht. Volgens mij gaat het nu in mijn tuin vallen. Wait. Hij ligt nu in iemands tuin. Gewoon af te fikken. Oh shit, iemands tuin zat echt vol on fire. Wow, staat hier helemaal vol met rook. Oké, ik ben er weer. Maar in ieder geval. Vergeet niet hier beneden te abonneren op de rode knop voor meer video's in 2019. Oh my god, 2019. 2019. Like deze video en tot de volgende keer. Doei doei! But if you close your eyes...